Welkom bij een nieuwe uitzending van Lex Ontmoet. We hebben nog steeds geen autocue, dus ik moet het nog steeds voorlezen van het papiertje. We krijgen ook nooit een autocue. Wat ooit begon met tekenen voor de ontspanning, werd uiteindelijk een volledige professionele carrière. Haar schilderijen en sculpturen hangen en staan inmiddels in heel Europa en via diverse kunstbeurzen, onder andere in Miami, ondertussen ook in Amerika. Ze was onlangs in China en werd daar als een ster ontvangen. Een jonge dame uit Kerkrade die met haar kunst de hele wereld aan het veroveren is. Dames en heren, mijn gast in Lex Ontmoet vandaag is Mirjam Vleugels. Dag Mer. Hoi. Verdomd het op het plat, denk ik. Dat is wat je moet. Maar ik heb nog een paar tegenstellingen voordat we gaan serieus beginnen aan de foto's. En die moesten me gans eerlijk beantwoorden. Geloof of bijgeloof? Geloof. Ja? Goed. Ja. Nee, dat hoeft niet God te zien. Hè? Nee? Energie, ik geloof gewoon in energie, dat er God is. En mij maakt het niet uit wie de het en wie dat uitziet. Ik geloof in dat alles energie is, en dat er wel God is. De liefde of je carrière? Dat is gemeen. Ik wil eigenlijk allebei, maar Het zit niet samen, hè? Nee, dat blijkt erg lastig te zien. Dus op dit moment de carrière. Facebook of een leesboek? Leesboek. En een pinguïn of een olifant? Een pinguïn. Ik heb dat namelijk gehoord door het feit, ik moet het natuurlijk een beetje inlezen als ik een gasten krijg. Ik ben overigens de eerste mevrouw in dit programma. Doe deze pinguïn ook? Klopt, ja. Dat zijn polyester sculpturen. Die zijn later in mijn carrière erbij gekomen. En de pinguïn staat voor de eeuwige liefde. Dus daarom op de vraag juist terug te komen van, ik geloof er toch nog in dat er is. En dan vind ik de symboliek van de pinguïn daar heel erg mooi in. Dus alle lui moeten nu een pinguïn kopen. Ja, dat zou heel erg zijn. Een sculptuur of een schilderij? Dat is lastig. Ja, ik ben natuurlijk met de schilderijen begonnen, maar die sculptuur had toch wel mijn hart gestolen. Ja. Kan ik net zeggen allebei? Ja. Okay. Een zonnige zondagmiddag naar Roda of op het terras? Ja, Roda, ja, dat vind ik wel helemaal gezellig in die businessclub. Ik zie nooit één minuut van een wedstrijd. Ik ben gewoon eerlijk. Ja. Maar ik vind gewoon het borrelen leuk, het mensen ontmoeten. En dat maakt me dat niet uit of dat bij Roda is of op het terrasje. Dat kent overal. We komen dadelijk op bepaalde dingen terug. Ik wil je nog gaat vragen, moest je gewoon invullen. Dromen zijn voor dich? Op dit moment carrière technisch, dat ik toch inderdaad die wereld verover met mijn kunst. En ik heb al een aantal mini-stapjes erin gedaan. En ja, ik hoop gewoon dat ik dat mag voortzetten. Dat ik toch de energie. Heb je zelf nog wel een opdracht gegeven? Ja, in deze maatschappij is toch alles mogelijk. Alles is met elkaar verbonden via social media, vloggen. Er is een vliegtuig. Ik kan morgen beslissen om weer naar China te gaan. Ja. Kan allemaal zomaar gebeuren. Dus waarom zou ik dan klein denken als het groot kan? Hè? Liefde is voor dich. Dat ze onvoorwaardelijk van iemand durft te houden. En dan hoeft dat niet eens in een relatie te zien, man-vrouw, maar dat kan toch van kind naar ouders, engagement, maar ook naar derde toe. Wat is familie voor jou? Ja, die familie is heel erg klein. En dat wat ik had in mijn leventje, die koester ik ook wel. Op mijn manier dan in de rollen zo wie ze zijn. Dus heel belangrijk, alleen het is zich gegeven of ze dat vullen van huis of niet. Hè. En in mijn leven blijkt dat niet zo te zien. En dat is ook goed. Ik denk dat de meeste lui het al gehoord hebben. Je bent van Kerkrade, hè? Ja. Kerkrade was een speciale plaats voor dich? Ja, ik ben 22 keer verhuisd. 22 keer? Ja, ik ga nog een beetje gezworven. Maar ik woon nu sinds een aantal jaar bij een Kerkrade, maar ik ben nog echt gelukkig. Dit is echt mijn veilige basis. Vandaar uit reis ik natuurlijk veel en ben ik heel veel onderweg en heel druk. Maar als ik dan dat bord Kerkrade zie, dan gebeurt er iets in mij. Dus dan denk ik van, dat is goed zo. Ik woon hier super graag. Je hebt foto's metgenomen. Ja. En zo wie gebruikelijk beginnen voor met een foto. Eigenlijk is het een mooie collage van die kleinzin. Ja. Het is een dame, dus ik vroeg natuurlijk nooit naar de leeftijd. En direct vroeg ze toch 50 ben ik op dit moment. Oh, zo. Dat meen ik. We zijn lekker jong, hè? Ja, ze vult dat. Net de mama. Meestal wel. De mam? Ja. En ergens in Kerkrade? Ja, dat waren op Spekhei. Ik ben geboren in de vroedvrouwschool en de mam woonde bij haar mam
op Inspekheim, de Uikerstraat. En mijn biologische pap was op dat moment al vertrokken naar Australië. Biologische pap? Ja. Dus de meneer die hier rechts steed? Nee, dat is mijn stiefpap. Ja. Ja. De meneer daar, je ziet het niet zo goed, maar die was op dat moment shop en share in Australië. Dat is eigenlijk dus biologische vader, stiefvader, ja. En de mam met zich 50 jaar geleden. Ja, ik ben 2 jaar met de mam alleen geweest, ja. Bij de oma. En mijn biologische pap is zo in Australië te wachten tot dat voorkomen, maar door omstandigheden is dat er nooit van gekomen. Dus mijn mam is helemaal hier gebleven en wie ik 2 jaar hoor, is meneer Vleugels in mijn leven gekomen. Dus vandaar dat ik ook Vleugels heet, hij had mij dan, zo heet je dat, erkend. Ja, dat is 48 jaar wat de meneer met zich bezig moet zijn geweest. Hè? Ja, hij is in 2003 overleden, maar een groot deel van mijn leven was hij inderdaad. Want dit is hoe ze het overigens hebben. Dat is Wil, dat is dus, zeg maar, mijn biologische pap. Hij woont inmiddels in Nieuw-Zeeland al heel lang. En ze noemen hem door, hij heet Wil Landjes, maar ze noemen hem door Bill Dutch, de Nederlandse Wil. Dus heb je ze bezorgd? Ja, en ik ben eind jaren 90 ben ik een paar weken naar Nieuw-Zeeland gegaan en dan heb ik hem ontmoet. En dingen met hem gewoon doen en hij is heel avontuurlijk. Uiteraard met Suzanne aan de foto. Hij heeft van alles geregeld. Ik heb paards gereden op de hengst van een bevriende boer. Ja, dat was een drama, want hij gooit mij natuurlijk er vanaf. Maar bij mijn pap kent in de kop immer alles. Kent net, besteedt net. Nog dus, ja, nog immer, ja. Ik had net heel veel contact met hem, dus ik denk dat het wel er weer van gaat komen dat ik weer eens... Heb je het avontuurlijke van die pap natuurlijk? Door de wereld reizen. En... Ja, wellicht. Ja, ja. Want ja, hij was natuurlijk op zijn 19e zo te gekken in Australië voor toen. In 1967 was dat natuurlijk een hele grote stap. Dan moest ze nog een 6 werken op een chip. Vertoeven aan de gang toch. Maar even door zomaar zijn leven beginnen. Maar hij leeft nog immer zo. Hij is een beetje zo'n... Beetje onverantwoordelijk. Ja, ja, want dat ken, zeg maar, de romantische kant van het avonturieren is natuurlijk ja, dat het allemaal spannend en zo is. Maar de andere kant is dat ze dingen achterliet. Ja, of, ja, ook. Neem maar hups. Had hij nu familie in Nieuw-Zeeland? Nee, hij had een relatie met een Maori-vrouwtje. Maar dat is natuurlijk ook een heel lastig verhaal in Nieuw-Zeeland. Juist bij de Aboriginals in Australië vallen die ook een beetje tussen wal en schip door. En hij leeft nog immer zo, hè. Dat viert op de motor, dat zit onder de littekens. Hij had nooit een vaste baan. Hij, ziet er wel goed. Ja, hij pakt een baantje, want hij geen geld meer had en want hij dan geld had. En dan gaat hij lekker naar de pub en dan doet hij wat hij zin in had. Nee, maar begrijp je, waarom kent dat toch niet meer? Ze gaat ouderwijs. Ja. Maar ja. Het is een sterke, ja. Het is gewoon zijn vrijheidsdrang, denk ik. En die herken ik wel in hem. Want ook wel. Zal er niet van gaat? Nou ja, dat is natuurlijk een lastig verhaal, want hij is natuurlijk, ik ga hem pas ontmoeten, eerste keer wie ik 30 word, dus dan is dat gewoon best wel lastig, dat ze dan een man in die leven kiest, wat biologisch voelt ze dat gaat van de dat ziet ze ook aan het gezicht, vind ik. Ja, ook qua postuur, dat ziet ze dan natuurlijk niet goed, want hij had over een skydive gedaan, dus dat ziet ze dan niet zo goed, maar wat wel vreemd is, is dat hij beweegt hetzelfde, dat hij hier hetzelfde zit, maar hij is ook qua karakter hetzelfde, ja, en dan kent ze, bedoel, één is twee. Ja, dat ook. Maar dat botst het. Want hij ging even mijn pap uithangen en dan word ik 30 jaar. Ik had wel heel veel metgemak en ik dacht van, moet je niet doen, jongen. Dan kies hij echt vette ruzie met mij, maar hij snapt dat gewoon niet. Dus ja, en ik had, wat ik al juist zag, nog geen contact met hem doen. Maar ik vind wel, ik moet nog een keer terug. Ja. Hij is nu begin 70, dus... Maar het is toch ergens een bagage die ze je hele leven metneemt, of niet? Ja, eerder... Ik wil niet zeggen ballast, maar toch wel bagage. Ja, is ook zo. Dat zit zeker een flinke steen in de rugzak. Immer ook wel geweest, want er is ook immer een zeuken van... Je hebt met de stiefpap, dat voelt natuurlijk, dat is net tiende pap, dat is net vlees en bloed. Had dat lang geduurd voordat dat geweten hebt? Ja, ook. Dat had heel lang geduurd, ja. En door omstandigheden is dat, zeg maar, net verteld geworden en dat begreep ik ook. Ja, ja. Maar dan steed opeens zijn lijf op de kop, want dan opeens is toen een meneer in Nieuw-Zeeland. En dan ben ik wel zo, dan zeg ik, ja, dan wil ik de meneer ook zien. Ja. Dan moet ik ook weten waar deze woord vandaan komt. En... Mm-hmm. Dus ja.
Speciaal en zeg maar, zonder wrok, zonder bitterheid, kan ik er nog aan kijken en denken van ja, en dat is waarom dat ik vandaag ben waar ik ben. Misschien ik denk dat belangrijk is. Net mijn start was, ook de turbulentie denk ik van de eerste foto. Ja. En dat net mijn start weer geweest, heb ik misschien een heel steady leven gehad. En nu ging dat in het begin natuurlijk al met pieken en dalen. En ja, zo is mijn ganse leven. En daar ben ik aan gewend gehad, dat zit ook in mijn systeem. De verhoezingen zitten in mijn systeem. 22 keer verhoest. Ja, en dat, zal ook, dat is zeker ook nog net de laatste keer. Ligt het aan de mannen in die leven? Nee. Want ook deels, zeg maar, met mijn stiefpap en mijn man ben ik ook deels veel verhoest. Die houden dat ook wel in onrust. Echt? Maar dat is, ja, dat had ook van twee geluks. Onrustige lui. Ja. Leuk. Ja, maar onrust hoeft niet allemaal negatief te zijn. Nee, snap ze? Dat is ook de turbulentie, dat is ook wat in dit systeem zit, wordt ze die goed bijvullen. Ik heb dat toch gewoon dan blijkbaar nodig. Ja. En ik werd onrustig wanneer er lang niks gebeurt. Waar de anger dan onrustig van werd, dan denk ik van, boah, nu mag je weer, anders gaat los zien. Ja, en toen begon het kind te tekenen. Ja. Het meidje. Ja. Het meidje is dit, hè? Ja, daar hoor ik begin 20. Wordt dat zo, hadden ze dat ontdekt? Of vanaf kind of aan op school? Nee. Mijn stiefpap was eigenlijk een arbeider. Die had verschillende dingen gedaan. En hij was beroepsvoetballer vroeger bij Rapid UC en bij Juliana. Oh. Die was ook onrustig. Die had in Australië gevoetbald. Ja. Ja, dat is allemaal onrustige lui bij elkaar. Ja. Die waren 17 en die vond het ook niet echt. En op een gegeven moment hadden ze zich bedacht, uit het niks, gewoon een kunsthandel openen. Nee. Kunsthandel Lupvleugels in de Eenderstraat in Kerkrade. Ja. En ik was toen tienerdochter, dus een jaar of 16, 17. En dus ik ben daar zeg maar, mee opgegroeid dat bij ons toen zomaar de kunstenaars over de vloer waren. En wie dat ging, hè, dat mechanisme van die kunst, want het is ja, toch een wereld apart. Het inkopen van de kunst, die ze dat in stok geven, betaalt ze de kunstenaar al vooruit. Wie gaat ze dan in een man brengen? Mijn stiefpa had gewoon hele slimme zaken, man. Hij had ook heel veel lithografieën, zeg maar, immer van goede kunstenaars geproduceerd. En die wereldwijd ook verkocht, dus heel slim. En ik kocht dat zijdelings met, maar ik heb me daar toen heel erg tegen verzet. Hè. Want die kunstenaars, dat waren in mijn beleving, hè, toen, met de bril van toen, van die verlopen types, immer alcoholist. Ja, alcoholist, nooit geld. En dan zag mijn mama, maar ach, blijf vanavond maar ook maar lekker bij ons eisen. En dan zo, het was zo goed neer van mij. En dan dacht ik van, Jezus, raftig bij je. En dan allemaal van die zweverige verhalen. Toen, hè, met de bril van toen. Nu doe ik waarschijnlijk hetzelfde. Hè. Oh. Ik ben net verlopen, dus ik ben geen alcoholist. Maar die, ja, ik ken ook wel helemaal in het verdrinken. Hè. En dan hadden ze natuurlijk de mogelijkheden voor. Ja, om, en dat was voor mij. Dat is de ministerie van Zakjewin. Je hoeft niet op straat te lummelen. Of je gaat frieten bakken, of je gaat bij de post. Of je gaat ijs verkopen bij Capri. Of ik geef je doekjes en je gaat schilderen. Maar er wordt niet op straat gelummeld. Ja. En dan dacht ik, dat doe maar dat laatste. Echt en dan doe ik bloemenschilderijen maken. Ja, dat klinkt nu heel raar, maar dat was zo logisch. En die verkocht jij ja, dan. Ja, daar komt ze in. Daar wandelt ze in met de ogen open. Ja, maar jij erin zit, houdt ze dan laatst gehad? Nee, die hoeft mij dat gewoon. Ja, en dat wordt toen ganz normaal. Dus dat is wel... Hoe oud was je toen? Ik was door 20. Oh. En ik hou die foto bewust metgenomen. Het is inderdaad dat ik toen al schilderde. Ja. Maar omdat ik me heel erg tegen zeg maar, die wereld ook aan het verzetten was, dus ik zie toch in mijn blik van, het is me toch niet ganz comfortabel, had ik toen gekozen voor een opleiding in de informatica. En ik ga uiteindelijk doorgestudeerd tot ik ingenieur in de informatica ben. En ik ga jarenlang, dat is niet nieuwwaardig, ik ga jarenlang als systeembeheerder gewerkt. En bij grote bedrijven ook, en ook met heel veel plezier. Dus ik ga gewoon, zeg maar... Maar dit bleef ze wel doen ondertussen? Nee, want ik doe aan studeren. Ik doe aan studeren en ik werk het fulltime. En ik hou op het laatst ook een baan waarmee ik heel veel in de Randstad word. Ja. Dus ja, dat is chill. En op een gegeven moment wordt afgelopen. Dag ze, boom. Ja, wie oud word ik toen? Een jaar of 30. Ook in een mindere periode. Dan ben ik ook in Nieuw-Zeeland geweest. Dus de vrouw is, had dat gemettig gedaan? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, ja, die doen, maar gemettig. Ja. En toen dacht ik van, boah, wat wordt toch wel vreugde, word ik toch rustig van woed. Ja, dan wordt toch schilderen en tekenen.
En zo is dat zeg maar in mijn hobby die ik mich dan moet creëren, want ik leef gewoon op mijn tandvlees. Is dat teruggekomen in mijn leven. En toen voelde ik van dat vooroordeel over die kunstenaars en over die kunstwereld, dat wil weg. Snap ze? Want de informatica wil ook niet alles. En het riek werden van heel hel werken in een hele helle wereld. Ja, ik denk dat het laatste belangrijk is. Hè. Ja. In een helle wereld. Hè. Ja. En dat vind ze hier niet druk, hè? Nee, dat zijn mijn poppetjes. Helaas. Dat is geen harde wereld, hè? Nee, precies. Dat is, ik ga bewust... Maar, wacht even, sorry. Ja, 22 keer verroest. Mm-hmm. Wat heb je met die katten gedaan? Ja, dat sleep ik allemaal met, hè. Dat gaat net bij mij weg, hè. Ik ga eerder wel eens huisdieren moeten achterlaten door dat relaties ontbonden worden. En bij die had ik gezorgd wie ik die kroeg. En dit gaat nooit meer bij mij weg. En ik had bijvoorbeeld jarenlang astma. En dan zei mijn longarts natuurlijk van, ja, het is echt niet zo handig dat je katten hebt. Maar dan zei ik van, het is überhaupt niet bespreekbaar. Het zijn mijn dieren. Ja. Ik zou voor de gezondheid kiezen. Nee. Ja, ik ben nog niet doodkrank ervan. Ik ben nog niet doodkrank. Nee. Kijk, het is voor mij functioneel. Dus dit is toekomen. Ja, die zijn echt, die onvoorwaardelijkheid wat ik juist zag over liefde, dat is denk ik met dieren het meest ultieme. Met een mens is dat namelijk immer, jeder mens had rugzakken, jeder mens had zijn eigen bril. En daar waar ze al wie het kent komen in onvoorwaardelijkheid, in de liefde voor elkaar. Lukt dat voor mij gevoel de jaloe niet immer, maar bij dieren is het gewoon zo. Voor mij. Ja, maar die kan het niet druk. Ja, die... wat geven die zich druk dan? Hun zijn, die spiegelen mij. Moest je dat eens proberen uit te leggen? Die spiegelen dich. Als ik een expositie had, bijvoorbeeld, ja. Of ik stond weer ergens voor een camera of op een podium en 300 lui hebben mij de hele dag verteld wie geweldig dat ik ben. Ja. Nou, dat moet ik bekennen, dat gewoon ik nog eens denk van, boah, ik ben echt geweldig. En moest je dan het eten maken voor de katten? Nee, en dan kom ik naar binnen en dan ving ik, want ik zit helemaal in mijn moed, helemaal in een roze wolk van, hallo poppetjes, mama is thuis. Ik meld dus als ik heen kom. En dan bij godsgratie komen ze overal vandaan, komen ze eens kijken. En daar worden ze normaal heel blij zijn wanneer ik thuis kom. Hè, van gaat op zo'n oven, dan kijken die mij aan en zijn weg. Dan kan ik smeken of ze misschien alsjeblieft mij willen komen zetten, want ik vind het een leuk om... En daardoor komen ze weer... En dan spreek en dan denk ik van, ja, inderdaad. Terug op de grond. Meteen, binnen een seconde, ja. En dan ook weinig bezoeken. Hè? En het zijn bijvoorbeeld hele zakelijke lui. En dan denk ik van, boah, dat is een groot project voor mij, dat is belangrijk. Dan wil ik woon in mijn atelier, hè? Ik woon in een loft, dus ik tussen de verre van de schilderijen. Maar ze wonen daar ook. Dus dan denk ik van, oh, het is morgens die kattenbakken ring maken. En netjes, want ik wil natuurlijk een goede indruk maken. Wat doet die? Dat heet de bel. En dan kan ze echt de klok opzetten. Ik ga in een kattenbak richting keuken staan. Dan ruik ik het al op het moment dat mijn bezoek naar boven komt. Hebben die het gedaan? Dat doen die gewoon. Dus die brengen die eigenlijk in balans? Of die houden die in balans? Dat vind ik geweldig. Dat is toch humor, of niet? Dan had ze namelijk meteen een ganz ander gesprek. Die twee, dat is natuurlijk beter. Een slag huwelijk, hè? Die twee waren allemaal zo aanhankelijk. Die gingen nog helemaal beginnen. Want als ze gewoon heel veel mannen. Toen had ze het dus eerlijk gezegd in het vorige gesprek van, ik hoor het helemaal niet van katten. Nee, bij mij was gekomen, dan houden die twee, weet ik zeker, 100% geprobeerd om in ieder geval aan die broek te gaan hangen. Of die dus dan het leven zo te maken dat ze zo snel mogelijk kunnen. Ik ben bang voor alles wat er is. Oh, dat had je ze nog leuker gevonden, want dan waren ze heen gewoon zijn. Als jij woont, pak een foto. Pak een foto. Dat was een dieren toch leuk? Pak een foto van een schilderij. Ja. Dit? Ja, dat is een heel belangrijk moment in mijn leven geweest. Dat was mijn eerste buitenlandse reis. Ja. En ik hou daar een expositie op Art Monaco. En dat was... Monaco. Ja, voor mij was dat het heel goed. Dat was echt van... In 2013 had ik die reis gemaakt, zo van, nee, zag ik dat nog goed? Of 14, ik weet het niet meer. Zo van, ik ga naar buitenland met kunst van mij, spannend. En uiteraard had dat ook weer, dan had ze een verwachting, dat is niet goed. Het was, zeg maar, qua beurs helemaal net fijn. Het sloeg nergens, het was Monaco, maar voor de rest bijna geen bezoekers, het stelde helemaal niks vuur.
Dus heel eerlijk, van, ik hou het als ik dat zakelijk hou moeten inschatten, hou ik het net moeten doen. Maar het braat wel in die zin, zeg maar, dat het mijn wereldbeeld vergrootte. En dat ik dacht van, oké, deze stap had ik nu gedaan. Ja, ik had door ook 5 dagen alleen mijn mam en haar vriend George, die zijn bij mij metgevaren. Die hebben mij afgezet en dan ben ik 5 dagen alleen doorgeweer. Ja. En dan zijn ze mij wel komen ophalen. Dus dat was voor mij de eerste grote stap van, oké, dit ken ik. En nu ga ik weer in de wereld. En sindsdien, ja, ik reis bijna helemaal alleen. En vind dat ook gewoon helemaal prima. Is misschien een beetje seksistische vraag, maar is het makkelijker als vrouw in de kunst? Ik denk dat de vraag terecht is, want dit hoor ik natuurlijk heel vaak. Ik vind het nu van makkelijker. Ja, nee, dat werd heel vaak gezegd. Van, wanneer als vrouw, dan kent ze zich sowieso met die uiterlijk, misschien al meer profileren of wat dan ook, in een toch nog vaak mannenwereld, de galeriewereld. Hè? Ja. Maar ik denk toch dat ze het uiteindelijk net met zich redden. De kunst moet het dan toch uiteindelijk doen. Dus, kunst, ja. En haal werken, hè? Dat is achter de charme allemaal. Dit is, dat zou ik allemaal voor 1 minuut heen. Moet ik 1 week lang toe bloed, zweet en tranen vergieten om tot gaat te komen. 2012. En dit is nu? Dit is een bank? Ja. Hij is de schilderijen zijn sculpturen in mijn leven gekomen. En dat doe ik allemaal samen. Meidje, wist hoe dat? Liks wel aan de betonwerker. Ja, dat doe ik samen met een collega. Ja. En, haalwerken? Is echt haalwerken. Dat doe ik voor een polyesterfabriek in Maastricht. Ja. En echt van scratch af aan. Hij zei dan, ik ben geen kunstenaar. Vind ik wel dat handwerker? Hij vindt zich handwerken, nou ja, ik vind dat ik wel kunstenaar ben, dus ik mag de ontwerpen bedenken, ja. Ik teken ze en ik shape ze samen met hem. Dus ik zag dan, daar moet een stuk af, want zo zit ik met de ketting zeg. En daarna werd gefine-tuned, dus eerst met de schoerapparaten en daarna met de handenschoeren. En zo werd het helemaal verfijnd totdat we tot een ontwerp komen waar we allebei achter stond. En dit komt ergens te staan of dat steht al ergens? In Rimburg steht er een, op dit moment steht er een in de Bonbonnière in Maastricht. Ja. En die werden door dicht natuurlijk ook ingekleurd, ja, of op? Ja, uiteindelijk zijn die wit, helemaal strak en wit, en dan beschilder ik ze, ja. En dan kunt er autolak op en dan kunnen ze boeten. Ik heb het gelezen over Egelshoven. Wat was dat dan voor een beeld? De vottenkletscher. Oh, wat een prachtig woord, een vottenkletscher. Ja, dat daad ik ook, wie ik er op de kroeg had, ik toch direct komen te slikken. En dan zag ik, de vottenkletscher, oh my god. Geet dat nu wel of niet door? Ja, voor hand weer binnenkort de eerste gesprekken met de bewoners. Want er is natuurlijk dit commotie onder de bewoners geweest. Ja. Het wordt wulps genoemd, het wordt pornografisch genoemd. En dat mag, hè, want nu dat zoveel. We hebben niet om te denken van dat Inge het net pornografisch mag vingen. Ja, ik heb er een zijn eigen beeld bij porno. Ik heb het, wie ik aan het googelen was, heb ik gezien. Ik vond het niet echt porno. Ik vond het helemaal niet zo'n porno. Nee, ja, dat is waar ik absoluut niet bedoeld. En totaal net aanstootgevend bedoeld. Ik had net geprobeerd om het wat aanstootgevend zou kunnen zien in een voortekletscher. Het wat op de voortekletscher. Om dat zo geabstraheerd mogelijk te maken. Om dat platte eraf te halen. Dat was mijn intentie. Ja. Nou. Dit is Mirjam. Ja, dit is, ik vind die foto echt superleuk. En precies, ik ben door aan het live painten op een, dit is een wieler. Oh ja, dat we dan nog even kunnen hebben natuurlijk, Tom Dumoulin, prachtig. Ja, ik doe heel veel binnen de wielerwereld. Ja. En hij is echt de beste versie van mij. Dat ben ik echt op dit moment, dus als je is 50, ja, ik ben echt op dit moment de allerbeste versie van mijzelf ever. Mooie foto, mooie mevrouw. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Dank je wel. En adieu. Adieu, hoor.